Zij waren er 13, als ik het goed heb gezien. Hij gaat er zo meteen 6 uitkiezen. 6. En die 6, dames en heren, die maken een kans op de beste van de groep en de runner-up van de groep. Ja, je mag ze aanwijzen. Een Ierse Wolfson, nummer 17. Rian, nummer 20. Dan moet ik even kijken naar het nummer. Een Afghaan, 22. En een Whippet, 27. En een Whippet, 28. En dan tenslotte het Italiaanse windhondje, nummer 30. En dames en heren, een groot, geweldig applaus voor de honden. De rasgoed zijn geworden of zelfs clubwinnaar. Super, dankjewel. Nou, dan gaan we weer beginnen met de grootste. De Ierse Wolfson. Nog een keer. Van de Greyhound. En dan de Afghaanse windhond. Nummer 27. Nummer 28, weer een Whippet. Tot slot het Italiaanse windhondje. Dames en heren, de 6 toppers, de 6 tophonden van het jaar 2015 uit rasgroep 10, de windhondengroep. Ja, meneer Van Iersel weet het, misschien wel, misschien nog niet. Laatste blik. Nou, verrast me alles. Dames en heren, mevrouw Van Veen, waar zit ze? Oh, daar. Mevrouw Van Veen, die keurt zo meteen de beste van de dag. De beste hond van het jaar 2016. En weet u welke uw hond als allereerste krijgt? Een Whippet, nummer 27. Beste hond van rasgroep nummer 10. Runner-up, de Ierse Wolfson. En een geweldig applaus voor de rest. Een geweldig applaus voor de 4 overgebleven honden. Dankjewel. Meneer Van Iersel.